Het is donderdag 4 februari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Alcohol makkelijk verkrijgbaar voor jongeren in Zuid-Holland-Zuid. Bewoners Kleiwegkwartier krijgen dubbele stembiljetten. En bedrijf in Maassluis voelt zich gedwarsboomd door gemeente. En het weer? Morgen gaat het regenen. Hier is Ed Aldus. Vrijdag is het bewolkt. Later in de ochtend en in de middag dan valt er regen bij temperaturen van ongeveer een graad of 6. Jongeren onder de 16 kunnen in Zuid-Holland-Zuid veel te makkelijk aan alcohol komen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de afgelopen maanden is gedaan in Dordrecht, de Hoekse Waard, de Alblasser Waard en de Vijfherenlanden. Jongeren van 15 bezochten in december en januari in totaal 330 supermarkten, horecagelegenheden, sportkantines en jongerencentra. Bij 2/3 van de bezochte adressen kregen ze drank mee. Veel te veel, zo vinden de overheden in het gebied. Dit is Jurgen Dijkema. Hij is 15 jaar, hij lust geen alcohol, maar voor het onderzoek gaat hij toch proberen of hij aan drank kan komen. En uit ervaring weet hij al dat dat niet al te moeilijk is. Je hebt geen idee nodig, je krijgt het zo mee. Het is bizar eigenlijk. Eerst maar eens proberen bij de Spar in Streefkerk. Jurgen komt al snel weer naar buiten met een zak chips. Niet gelukt dus. Als hier een jongere binnenkomt, dan, als hij dan alcohol meeneemt, dan geven wij gewoon altijd aan dat, dat hij dat gewoon niet meekrijgt. En meestal zeggen ze wel van, waarom krijg ik dat niet mee? Maar ik zeg, ja, nu moet je gewoon 16 voor zijn. En ze hebben ook wel eens gehad dat er dan oudere mensen komen halen voor de jongere mensen. Nou, dan geven we het eigenlijk ook niet mee als we dat weten. Maar bij een cafetaria in hetzelfde dorp gaat het na enig soebatten wel. De verkoopster is hoogst verbaasd dat Jurgen bier wil en ze vraagt hem ook naar zijn leeftijd. Jurgen vertelt dat hij 16 is. De verkoopster controleert nog zijn identiteitskaart, maar uiteindelijk krijgt hij zijn biertje toch. Ik denk dat ze zich een jaartje heeft vergist inderdaad. Jurgen zegt vervolgens dat hij zijn geld is vergeten en vertrekt. Want het bier echt meenemen mag niet. Straks krijgt het cafetaria op een of andere manier problemen en dat is niet de bedoeling van het onderzoek. Jurgen heeft inmiddels gezelschap gekregen van een vriendin die ook 15 is. Ze gaan een biertje bestellen bij 2 horecagelegenheden in Meerkerk. Bij allebei gaat dat moeiteloos. Een van de 2 eigenaren wil voor de camera wel uitleggen wat er misging. Ze kwamen heel spontaan binnen, een jong stelletje. Die gingen daar zitten en die bestelden 2 pilsjes. Hij denkt er helemaal niet over na. Hij zet die 2 glazen bier neer. Mensen betalen keurig, heel netjes. En ze stonden op en ze gingen weer weg. En toen zeiden wij, oh nee hè. Volgens mij zijn we nou geflipt. Want wat we eigenlijk altijd goed doen, doen we nou helemaal verkeerd. Ook hier hebben onze 2 mystery shoppers het bier niet opgedronken. Maar normaal gesproken doen jongeren die ergens alcohol bestellen dat natuurlijk wel. En Gerrit van Veen wijst erop dat het voor de jongelui buiten de horeca om nog veel makkelijker is om aan drank te komen. In de zuipketen. En er staan er 250 man. Die dreigen helemaal vol te zuipen. En daarna gaan ze naar Utrecht of naar Breda. Want dan hebben ze er de buikje vol. Ja. En dan kunnen ze voor heel weinig centen hun eigen vol gieten. Wat Van Veen betreft zou daar ook wat aan gedaan moeten worden. Ja, en burgemeester Van der Borg van Graafstroom is voorzitter van de organisatie die het onderzoek liet uitvoeren als onderdeel van de anti-alcoholcampagne Verzuip jij je toekomst. Van der Borg is geschokt door de uitkomsten van het onderzoek. Hij wil dat er nog meer voorlichting wordt gegeven over de gevaren van alcohol en dan ook hogere boetes voor ondernemers die in de fout gaan. Verzuip jij je toekomst? Zo heet het regionale alcoholpreventieproject in Zuid-Holland-Zuid. Bedoeld om de flinke toename van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 in dit gebied aan te pakken. Burgemeester Van der Borg is geschokt dat ondanks alle campagnes en de wettelijke regels de cijfers zo hoog uitvallen. In het vooronderzoek is wel eens gevraagd van wat is nou je inschatting, welk percentage zou daar uitkomen. En dan hoor je toch aanmerkelijk lagere percentages noemen dan nu uit het onderzoek blijkt. Dus blijkbaar hebben we een beeld van het gebruik van alcohol onder de jongeren die veel positiever is dan wat er in werkelijkheid nu naar voren wordt gebracht.
Nou, en nu dit resultaat wederom blijkt, zullen we binnen het project Verzuip jij je toekomst volop weer maatregelen gaan nemen. Waar we overigens ook al mee bezig zijn. Want we hebben op dit moment contact met ouders en met jongeren om samen met hun te kijken wat we hier aan kunnen doen. Meer voorlichting dus. Maar de burgemeester pleit ook voor hogere boetes voor ondernemers die toch aan kinderen onder de 16 drank verkopen. En dus moeten er meer controles komen. We hebben de afgelopen periode in samenwerking met de Voedsel- en Warenautoriteit al verschillende feesten, discoavonden, cafés ook al bezocht. En gekeken in hoeverre daar dit verbod wordt overtreden. Maar blijkbaar is het nodig om dat periodiek te herhalen. En we denken erover om tenminste 4 keer per jaar een dergelijk onderzoek op te gaan pakken om deze regel te handhaven. De jongeren en ook de ondernemers wijzen erop dat er ook veel andere plekken zijn waar de jeugd kan drinken. In de zogeheten zuipketen of zuipschuren. Dat herkennen we. Dat hebben we ook binnen het project herkend. Elders in Nederland zijn daar al veel inventarisatie hebben daar al plaatsgevonden. Wij staan op het punt om dit nu ook te gaan inventariseren. We willen graag in beeld hebben van wat is de omvang van keten en in hokken. Waar jongeren indrinken, vaak ook op een heel jonge leeftijd. Ze zijn er ook in dit gebied. Alleen we willen ze op het spoor komen en willen kijken wat we daarmee kunnen gaan doen. Want u bent ze nog niet goed genoeg op het spoor? We zijn ze nog onvoldoende op het spoor van, we weten niet onvoldoende van de omvang van de problematiek. En café-eigenaar Gerrit van Veen uit Meerkerk heeft nog wel een tip als de overheid niet weet waar die locaties te vinden zijn. Er staat gewoon in de krant, hè? In het contact bijvoorbeeld, we moeten eens lezen. In het Kleiwegkwartier in Rotterdam-Hilligersberg zijn dubbele stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen bezorgd. Het gaat om 2600 adressen in 32 straten. Bewoners daar kregen gisteren per post 2 passen op hun naam. De fout is volgens de gemeente gemaakt bij de drukker en wordt rechtgezet. John Hokke is vrijwilliger bij de bewonersorganisatie Kleiwegkwartier. Hij was verbaasd toen hij gisteren 4 passen in de bus kreeg. En ik heb het even bekeken en ik dacht eerst, nou, dat is dan 1 voor de deelraad en 1 voor de stad. En we hebben het gewoon neergelegd bij de agenda en niet meer omgekeken. Heeft u in de buurt al gehoord van andere mensen dat ze ook meerdere stembiljetten hebben gekregen? Jawel, mijn buurman belde gisteravond en die vroeg dus ook, heb jij dat ook gehad? En inderdaad, toen werd ik erop geattendeerd. En toen ging ik inderdaad eens nog eens kijken en zag ik inderdaad dat de 2 dezelfde waren. Met twee ook allebei hetzelfde stempasnummer ook hebben. In totaal is de dubbele pas bezorgd bij 2600 huishoudens. In de buurt wordt mild gereageerd op de fout. Dag mevrouw, heeft u uw stembiljet al gekregen? Ja, gisteren. En was er iets bijzonders mee? Ja, mijn man en ik hadden allebei een extra exemplaar. Maar daar heb ik meteen over gebeld met de gemeente en ik heb ze ook al teruggestuurd. Ja, we kregen er 2 gisteren op de mat. En wat moet je daarvoor zeggen? Het is op zich een grote fout, maar aan de andere kant, fouten maken is menselijk. Had u ze anders allebei gebruikt, stiekem? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik hoopte juist door mijn actie om te voorkomen dat er wellicht een narigheid van komt. Dat zou ik heel vervelend vinden en kan ook de bedoeling van de gemeente niet zijn. Verantwoordelijk wethouder Kriens zit met het geval in haar maag. De drukker heeft hier waarschijnlijk fouten gemaakt. Daar zijn we nog niet echt mee bezig. We zijn vooral aan het repareren nu. Maar gelukkig gaat dat in de democratie zo dat je al dit soort dingen met hele goede regels omgeeft. Dus die drukker heeft een logboek. Dat betekent dat we iedereen kunnen achterhalen in dat district die nu een dubbele stempas heeft gekregen. Daar wordt nu even heel hard aan gewerkt. In principe kunnen de mensen die dubbele stempas hebben gekregen 2 keer gaan stemmen, want ze mogen op allerlei plaatsen stemmen. Hoe gaat u dit nou ondervangen? Mensen krijgen een nieuwe stempas en deze stempas wordt ongeldig verklaard. En wij zorgen ervoor dat alle verkiezingsbureaus in de stad weten dat die stempas ongeldig is. En ook laat wethouder Kriens van Rotterdam onderzoeken of de fout met de dubbele stempas in Hilligersberg ook bij andere deelgemeenten voorkomt. Unilever heeft vorig jaar meer producten verkocht, maar zag toch de omzet dalen. Dat komt omdat het bedrijf de prijzen moest verlagen vanwege de economische crisis. Vooral in West-Europa ging het minder goed. In de rest van de wereld wist het Rotterdamse concern wel meer omzet te halen. Unilever boekte een omzet van bijna 40 miljard en een netto winst van 3,6 miljard. Het bedrijf doet het vooral goed met bijvoorbeeld wasmiddelen in Zuid-Amerika en Lipton thee in China. Holland Diesel in Maassluis zegt orders en dus inkomsten mis te lopen door beleid van de gemeente.
De haven waaraan het bedrijf ligt is door de gemeente aangewezen als museumhaven. Daardoor hebben de historische schepen lekker veel ruimte gekregen aan de kade en is er voor Holland Diesel zo weinig vrije kademuur overgebleven dat de klanten met grote schepen niet meer kunnen afmeren. Het bedrijf moet daardoor orders laten lopen. Door de ligging van de museumschepen aan de Govert van Wijnkade is er voor Holland Diesel Maassluis nog 70 meter aan de kade over om aan te werken. Moderne binnenschepen zijn tegenwoordig tussen de 68 en de 135 meter en passen daar dus niet. Ik kan hier gewoon niet uit de voeten. En we kunnen wel naar alternatieve plaatsen, hè, want op zich kunnen we ook voor soms een stukje in de binnenhaven of aan de overkant. Maar dan moet je met al je mensen, met wagens, moet je al je equipment, moet je de hele tijd moet je, ja, je verplaatsen. Kost heel veel uren, oftewel kost heel veel geld. En dan doen we niet meer mee in de markt. Het probleem zou simpel op te lossen zijn als de drie museumschepen, zeeslepen de Elbe, de kleinere bruinvis en de Krimpen, verplaatst zouden worden naar de overkant. Maar volgens ondernemer Martens is de gemeente daar niet flexibel genoeg voor. De gemeente wil Holland Diesel Maassluis wel tegemoetkomen en de twee kleine schepen verplaatsen. Maar de Elbe blijft waar die nu ligt. We zijn flexibel genoeg, zou ik willen zeggen. Het feit dat ik nu al schets dat hierover wordt nagedacht. En ik weet niet of hij het heeft genoemd, maar hij kent de oplossing van dit probleem kent hij ook. Dat zou inderdaad een oplossing van zijn problemen kunnen betekenen. Alleen, ja, ondernemers, dat is nog één keer zo, die willen graag een hoger tempo. Dat begrijp ik ook heel goed, hoor, dan de gemeente in feite aan kan. Martens is blij met de handreiking van de gemeente om de twee kleinere schepen te verplaatsen. Maar een echte oplossing is het niet. Ik wil net zoals de ondernemers een verantwoording hebben, dat de politiek, de gemeente Maassluis, ook zijn verantwoording neemt. Een stuk flexibiliteit. Durven in te spelen op de situatie die actueel is en daarnaar te handelen. Dus met het accent op flexibiliteit en ondernemersklimaat. De tropische vissen van viswinkelier Stief de Vet zijn gered. De dieren zijn overgenomen door een andere handelaar. De Vet zijn vissen dreigden het leven te laten nadat Eneco de stroom had afgesloten in de winkel, omdat er al maandenlang geen energierekening meer werd betaald. Met behulp van een aggregaat werd de energievoorziening hersteld. Maar die oplossing was maar tijdelijk. Gisteren zijn medewerkers van Strijker Aquarium aan de Beierlandse Laan langs geweest om alle vissen mee te nemen. Strijen Sas moet het de komende maanden doen zonder de karakteristieke ophaalbrug. De oude dame is vandaag gedemonteerd. Dat was nodig omdat de 102 jaar oude ophaalbrug toe is aan een grondige opknapbeurt. En dat wordt elders gedaan. De renovatie van de brug maakt onderdeel uit van een groter plan. Vorig jaar is het gemaal al uitgebreid en in de komende jaren wordt de dijk versterkt en ondergaat ook de sluis uit 1648 de noodzakelijke renovatie. Maar vandaag was dus eindelijk de brug aan de beurt. Onderdeel voor onderdeel wordt de monumentale ophaalbrug gedemonteerd. Onder het toeziend oog van een handjevol Sassenaren, want de brug is belangrijk voor het dorp. Hier fiets je over in de zomer en dan kijk je even bij de sluizen, je kijkt even boven, je kijkt over het water. Dat is mooi. Het is een blikvanger van Strijsas. Hij hoort echt bij de sluizen bij de haven. Ik ben al heel vaak vanochtend bevraagd van wanneer komt hij terug. En hij komt ook wel terug en je zorgt dat hij goed terugkomt, want het is onze oude dame. Eigenlijk was het de bedoeling dat de brug vorig jaar al opgeknapt zou worden. Toen was ook de sluis lange tijd dicht voor de watersporters, omdat het gemaal uitgebreid werd. Het is een monument, een rijksmonument. En daar mag je niks mee doen zonder dat er toestemming is van allerlei instanties. Dat heeft wat langer geduurd dan we ingeschat hadden. Toen kwam de zomer, daarna de winter, kunnen we allemaal nog herinneren. En vandaar dat we nu bezig zijn om die restauratie uit te voeren. Ondanks dat de oude dame 102 jaar oud is, is het demonteren van de brug voor de aannemer een routineklus. Eerst gaan de balansen eraf, dan gaan straks de brugvallen gaan eraf. En daarna gaan de hameipoorten gedemonteerd worden. Niet alleen de brug zelf wordt gerenoveerd, ook de fundamenten worden vernieuwd. Als de brug weg is, dan komt daar nog een paar heipalen op. Dat als hij terug is, rust hij niet op het historische sluizencomplex uit 1648. Niet berekend op het hedendaagse verkeer. De werkzaamheden gaan zo'n 3 maanden duren. Gedurende die periode moet gebruik gemaakt worden van deze noodbrug. De bedoeling is dat de opgeknapte brug in mei wordt teruggeplaatst, dus voor het jaarlijkse Strijensassen dorpsfeest.
De totale renovatie van de sluis, de brug en het gemaal kost 1,9 miljoen euro en wordt opgebracht door de provincie Zuid-Holland, het waterschap Hollandse Delta en de gemeente Strijen. Vandaag in het Filmfestival Journaal, waar komen al die buitenlandse gasten vandaan en wat komen die hier doen? En een van de grootste verrassingen van het festival tot nu toe, de Iraanse underground film No One Knows About Persian Cats. De film van de Iraans-Koerdische regisseur Bahband Ghobadi is een regelrechte hit aan het worden. Heel de week is de film al uitverkocht. En het publiek geeft gemiddeld 4 van de maximale 5 sterren. Opmerkelijk, want waar andere films nogal eens gehyped worden op dit festival, doet deze muziekfilm uit Teheran het op eigen kracht. Maar welke kracht is dat dan? Nou, ik denk omdat het over een bijzonder onderwerp gaat. Dat is gewoon muziekleven nu in Teheran. Het is nou een gesloten land. We hebben allemaal gehoord over wat er in naar aanleiding van de verkiezingen is gebeurd. En hoe sterk de jongerenbeweging daar is. En Iran is hot. Ja, waarschijnlijk. Kun je de titel van de film even opnoemen, oplezen? Nobody knows about the Persian cats. Deze film bewust uitgekozen? Ja. Want? Leek me spannend. Ik ben heel benieuwd. Waar gaat het ook weer over deze? Het is natuurlijk in het nieuws, Iran, op het moment. Dus ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat nu heel erg voor ons speelt. Waar heeft het mee te maken, denk je? De titel? Ja, dat ga ik zo meteen zien. Ik heb gelezen dat het gaat over dat honden en katten niet buiten mogen komen in Iran. En dat het daarom gaat. Ja. Normaal hoor je dan tromgeroffel en zo'n heel mooi moment. U heeft het goed. Ik heb het goed. En nu? Mogen we naar binnen. Nu pak ik een chippie. Hey, fijne voorstelling, hè? Dankjewel. Veel plezier. De film vertelt het verhaal van 2 jonge muzikanten, Negar en Askan. Ze zijn net vrijgelaten uit de gevangenis waar ze vastzaten vanwege het spelen van rockmuziek. Ze gaan op zoek naar medemuzici voor een optreden. Als ze vervolgens paspoorten willen om naar een land met een grotere vrijheid te vluchten, belanden ze in een hachelijk avontuur. Ik vond eigenlijk de muziek wel leuk. En ook leuk om die band te zien, maar het verhaaltje waar het in was gegoten, vond ik niet echt heel interessant. Goeiedag meneer, de man met het bier en de chips. Het is allemaal opgekomen, zie je? Het is opgekomen, ja. Wat vond u ervan? Ja, mooi. Mooi? Ja. Gaaf film. Er liepen aardig wat mensen ook weg uit de zaal. Hè? Kan je dat begrijpen? Dat heb ik eigenlijk niet gezien. Dat is zelf eigenlijk nooit bij mij opgekomen. Nee. Nee. Nou, voldoende noteren we? Een vier sterren, oké. Okay. Ja. Tijdens het filmfestival zijn er veel bezoekers uit alle werelddelen. Want het is immers een internationaal gebeuren. Maar wie zijn zij en wat komen ze hier doen? From Toronto in Canada. And what are you doing in Rotterdam? I'm here with my film Mark. It's a biography about my friend Mark. I'm from the Philippines. What are you doing at the festival? I have a film here called Refrains Happen Like Revolutions in a Song. I'm the director of the film. And is it the premiere here in Europe? Yeah, it's the world premiere, and I'm very happy that I'm screening it here first in Rotterdam. Poland, Warsaw. I'm the programming director of Watch Dogs Documentary Film Festival, so I'm looking for films here in Rotterdam. Ich bin Redakteur und wir kaufen ein und koproduzieren für ZDF Arte. Und haben Sie schon viel gekauft? Nein, wir sind hauptsächlich hier auf dem Cinemat und sozusagen schauen uns die Projekte an und entscheiden dann erst in 1-2 Monaten, ob wir sie auch wirklich kaufen oder koproduzieren. I'm from South Africa. And what are you doing here? I'm a volunteer. What kind of work? Film office. I'm the coordinator of the film club, the sales and industry club. So you come from South Africa to work here? Actually, I live in Italy, but I'm South African, so I came from Italy to work here. De Paris, en France. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis productrice chez Silex Film et je viens chercher des projets pour des coproductions minoritaires au Cinémart. Et ça va bien à Rotterdam? Oui, c'est mon 5e Rotterdam et j'ai déjà coproduit plusieurs films grâce au Cinémart, donc ça se passe très bien. Ouais. From India, this is the first time in Rotterdam with my new feature, which is showing today afternoon, something like 4 o'clock. And then my earlier films were discovered at Cannes. Yes. So you're a big one? I don't know. De
De tip van vandaag is een Tiger Award kandidaat. Een prikkelende, sombere en humoristische film uit Estland over de opkomst van het kapitalisme in Oost-Europa. The Temptation of St. Tony is nog 3 keer te zien op het festival. Te beginnen vanavond om 10:00 in de grote zaal van Pathé. En ook vanavond weer meer over het filmfestival bij TV Rijnmond. Met de 4e Big Talk te zien om 10:30 en 10:30. GroenLinks-lijsttrekker Arno Bonte sluit na de verkiezingen samenwerking met de VVD niet uit. Bonte zegt dat in het TV Rijnmond verkiezingsprogramma Koorts, dat zometeen na het nieuws wordt uitgezonden. De partijen zaten de afgelopen jaren ook samen in het college van BMW, totdat de VVD eruit stapte vanwege de affaire Ramadan. Islamfilosoof en gemeentelijk integratieadviseur Tariq Ramadan zou zich discriminerend over vrouwen en homo's hebben uitgelaten. Maar volgens GroenLinks-wethouder Grashof was dat niet waar, waarop de VVD-wethouders vertrokken. Maar ondanks dat conflict en de verschillen in inzicht wil Bonte best weer in zee met de VVD van Bolieu. Wij kijken altijd met welke partijen kunnen wij zorgen dat ons programma zoveel mogelijk gerealiseerd wordt. Natuurlijk is de VVD geen eerste logische keuze, maar we hebben wel goed zaken kunnen doen met de VVD. Onder andere hebben we ervoor gezorgd dat in dit college, ook toen de VVD er nog in zat, er stappen op weg zijn gedaan naar het autoluwer maken van de binnenstad. Naar het meer ruimte geven voor de voetganger, meer ruimte voor de fiets en beter openbaar vervoer. En dan vind ik niet dat je moet zeggen in het verkiezingsprogramma van de VVD staat, jongens, we willen overal de auto de ruimte geven. Als de VVD in een college gaat zitten waar we die groene punten voor elkaar kunnen krijgen, ja, dan ga ik daar niet over zeuren. Ook VVD-lijsttrekker Bolieu zegt geen last meer te hebben van oud zeer. En meer discussie tussen de lijsttrekkers van GroenLinks en de VVD zometeen na het nieuws in Koorts. En wat het weer betreft, het blijft grijs en grauw. Hier is het. Beste kijkers, we beginnen met een schitterende foto uit de natuur. Want zodra die sneeuw begon te smelten de afgelopen dagen, ja, kwamen deze paddenstoelen ineens tevoorschijn. Het lijken notabene wel champignons, alleen dan wel met een kleurtje. Prachtig plaatje. Nou, maakt u ook mooie foto's van het weer of de natuur? Schroom niet, beste kijkers, bestuur ze lekker in naar het welbekende e-mailadres weerfoto@rijnmond.nl. Nou, vandaag was het bewolkt, het was grijs. Vooral vanmiddag viel er even wat regen, meest in het westelijk deel van de regio. Temperaturen tot 8 graden aan toe, notabene, dus ja, fikse dooi. En daarbij stond een matige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. Nou, vanavond en vannacht krijgen we tijdelijk te maken met een aantal opklaringen. Dan gaat de temperatuur even omlaag naar dichtbij het vriespunt. Maar daarna toch alweer bewolking hoor. En dan loopt de temperatuur weer gewoon wat op. En de wind die draait erbij naar het zuidoosten. Ja, en dan morgen overdag, de laatste dag alweer van deze werkweek, hebben we te maken met bewolking. In de tweede helft van de ochtend en vrijdagmiddag valt er regen. Bij temperaturen van 6, misschien lokaal nog wel 7 graden. Een matige zuidoostenwind. En vrijdagavond, dan is het droog, maar het blijft wel bewolkt. Dat geldt trouwens ook voor het komend weekend. We krijgen een bewolkt en grijs weekend. Weinig of geen zon, de meeste plaatsen droog, in de middag een graad of 5, 's nachts temperatuur een fractie boven het vriespunt en misschien dat het pas in de nacht van zondag op maandag hier en daar weer tot wat lichte vorst gaat komen. Nou ja, dan gaat de temperatuur een stukje naar beneden, een fractie naar beneden op maandag, maar u ziet het, in het huidige weerbeeld komt dan voorlopig geen verandering. Kortom, het is de komende dagen ronduit saai. Dit was Rijnmond Nieuws van donderdag 4 februari. Straks dus het verkiezingsprogramma Koorts. Blijf kijken. Ik wens u nog een fijne dag en graag tot morgen.